het nog niet dat we zoveel trainen en je zoveel moet laten voor deze sport. Een lange dag. We gaan zo dadelijk gelijk naar het zwembad. We beginnen met krachttraining om 9 uur. Dan eindigen we om 5:30 ja. Met uitloop misschien 6 uur. Meestal wel lange dagen. Dat hoort daar een beetje bij het synchro. Wissel. Kun je deze samen van de eerste? Ja. Een extra workout voor mij. Oké, wat is voor goede kant? Achterkant. Zijn wij normaal? Wij zelf vinden van wel, denk ik. Heel veel zeggen van niet. Hebben jullie normaal leven? We hebben geen sociaal leven, maar we doen wat we leuk vinden. Dus. Kijk, mensen die gewoon op een kantoorbaan hebben, is voor hun normaal. Dit is voor ons normaal. Een jaar of 6. Ik was niet meteen van het begin, maar wel dus jaar 5 of 6. Toen waren ze nog jong en klein. Serieus. Nou, dat viel wel mee. Jullie waren eigenlijk best wel meteen al wel serieus. Alleen toen was het nog heel erg bijzonder allemaal. Weet je, toen keken jullie nog naar de toenmalige duetten van... En dan zag ik af en toe die twee kleine tweelingen achter er zo zitten. Maar ja, gaandeweg zijn jullie natuurlijk. Nu kijkt iedereen naar jullie. We weten nog niet dat we zoveel trainen. Ja. En je zoveel moet laten voor deze sport. Eigenlijk bij iedere topsporter is dat. Ja, kijk wat mooi is. Jullie pakken een 40-urige week trainen. Maar daarnaast school. Nou, je probeert af en toe nog wat mensen te zien hier en daar. Jullie doen er ontzettend veel voor. En, kijk, en dat is wel het mooie wat je ziet aan hun ontwikkeling, is dat ze super serieus zijn. Ja, we komen uit een gezin met 5 kinderen, dus we zijn gewend om al zelfstandig dingen te doen. Onze ouders waren niet van plan om iedere ochtend voor 5 kinderen. Dus dat is gewoon oké, hier heb je alles, succes ermee. Ja, ik denk dat het juist wel goed is dat we training zijn en elkaar goed kennen. Wat wij altijd zeggen is dat we tegen elkaar gewoon kunnen zeggen wat we willen. Dus als we elkaar corrigeren, dat kan op een aardige manier, maar kan ook gewoon op een boze manier. Zonder dat we elkaar bang zijn dat ik haar raak of zo. Ooit gaan we uit elkaar, hoor. We gaan gewoon huizen naast elkaar kopen. Nee, gelukkig denken we wel hetzelfde erover dat we dat niet willen. Ja, indrukwekkend. We gaan op zijn kop hangen, met de benen omhoog. Ga je dit even voordoen? Ja, ik doe altijd alles helemaal voor. Nee, ik heb Soms daagt hij zichzelf uit om een keer mee te doen. Ja, klopt. Dan zegt hij als 1 keer per jaar. Is dit zo'n dag? Nee, ik heb hem al gehad. Ook gewoon kijken naar wat doen ze in het water en dan bedenken van hoe kan je dat eventueel op het land nabootsen. Je kan het nooit perfect nabootsen. Dat is toch heel anders hier. Zeker. Maar ja, het is wel goed om te doen, maar ik bedoel... Water. Je kan gewoon in niet water, ademen. Onder water kan bent, niet. Je kan gewoon niet ademen. En je gaat ook niet boven water komen, want kan niet nabootsen. Die mag meteen stuk. Dan. Dat je. Dat is nog krachtiger. Toen waren we nog baby's. Zo
soms zet ik haar iets te snel aan en dan Noem eens één ding wat je het irritant vindt aan elkaar. Nou, het is niet irritant, maar soms weet ik gewoon dat ik nooit gelijk heb. En breng je wel. Je bent echt eens, jij probeert er nog gelijk van te krijgen. Als ik praat, dan praat Noortje in gebaar, nee niet in gebarentaal. Dan liplezen of zo. Ik weet niet, dan gaat ze meepraten, dus dan beweegt de mond. Alsof ze ook aan het praten is. En als ik haar aankijk, is het heel eerlijk. Omdat je weet wat ze gaat zeggen. Ja. Ja, misschien wel. Ja, ergens weet je het gewoon. Veel judges. Don't leave them, because then you don't feel it, but you start moving your head. Het is 1 uur. 3 minuten. Nee, bij mij 1. Echt? Oh, Die klopt niet. Nou, zoals jij onze mooie rode wangen kan zien, hebben we een warming-up gedaan. En zometeen gaan we het water in. Weer een warming-up in het water. En ik denk gericht op conditie. Met gewichten om je lichaam, om het extra zwaar te maken. Yeah. Heel vaak achter elkaar zwemmen, zodat je ligt te zwemmen, dat je al moe bent en dan nog je uitvoering moet zwemmen. En op de wedstrijd is het dan maar 1 keer, dus dan voelt het iets makkelijker. Na 1 keer gewoon heel intensief. Ja, dat is ook het moeilijke aan synchroon zwemmen, omdat je moet lenig zijn, maar tegelijkertijd moet je ook heel explosief en heel krachtig zijn. En dat werkt weer tegen elkaar in, dus die balans moet goed zijn. Het is een mix van alles. Elke mix anders. Maar dat maakt het wel interessant en leuk. Turnen en synchroon zwemmen zijn een van de sporten die het meeste uren trainen volgens mij. We hebben nog nooit gehad dat we met tegenzin naar het zwembad gaan. Nee, maar de conditieblokken zijn niet onze favoriete trainingen. Maar het hoort erbij. Ja. Als we het niet doen, dan is het alleen maar zwaarder op de wedstrijd. Geen dag missen. Sowieso het gevoel qua water gaat dan snel weg. Dat merken we na 2 dagen vrij zijn, dan is het weer even wennen wat water is. Ja? Ja, het gaat best snel. Alsof je... Ik weet niet of iemand dat kan herinneren. Als je een zwemdiploma moest halen, moest je eerst met kleding zwemmen en dan doe je je kleding uit. Dat verschil is al heel anders. Thank you.
Aan de jury mag je eigenlijk niet laten zien dat het zwaar is. Het moet er juist heel makkelijk uitzien. En lachen. En dat is soms moeilijk te verbergen. Dus daarom moet je of boos kijken of lachen. Dus dat moet je nog steeds over laten komen aan de juryleden. Omdat artistic impression wordt ook gejureerd en beoordeeld. Daar krijg je ook punten voor. Van binnen denk je, ik ga best dood. Maar je moet blijven lachen. Nu komt het echt. Wat ga je nu doen? Nu gaan we naar de PC. 5, 6, 7, 5, 6, 7. Bovenwater galmde door de hele zaal, door het hele zwembad. En onder water heb je gewoon een iets kleiner gedeelte. Je bent gewoon echt afgesloten van alles. Van alle geluiden en dan heeft het een apart geluid onder water. Ja, het is wel heel anders. De kwalificatie is de stap. En tot nu toe even ons zicht daarop. En als ze geplaatst zijn, dan gaan we pas nadenken over de Olympische Spelen. Perfectly in the wrong direction. And this is quite often. Ik was niet gefocust. We gaan bami eten, toch? Bami? Ja. Ja, bami. Bel me. Nou, dit was het zonnetje van vandaag. Het zit gewoon, joh.